Jongen, 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 ga kijken hoe laat het is. Sorry, maar dan ga ik echt. Dat vind ik heel eng. Nee, ik wil echt weg. Het huis achter mij is het prankhuis. Dit is niet mijn huis, maar dit huis heb ik gehuurd om een paar hele normale filmpjes op te nemen met bekende YouTubers. Maar wat ze niet weten, is dat ze belanden in een verschrikkelijke prank. Het slachtoffer van vandaag is Jade. Met honderdduizenden volgers op YouTube en Instagram gaat ze super lekker. Vandaag wordt ze ingewijd in het online wereldje. Een soort ontgroening. Welkom! Normaal gesproken als ik mijn video's maak, hou ik het heel simpel. Cameraatje, gast erbij, gewoon gezellig, beetje ouwe hoeren, niet te serieus, gewoon leuk. Maar vandaag is het anders, want vandaag heb ik een hele professionele crew en die gaan het ons heel moeilijk maken. Hey, woman! Hallo! Okay. Ik heb een zender voor je. Ja? Hoe lang heb jij nodig? Ja, 2 minuten. Even checken, moedertje. Ik vind het wel prima zo. Ja, maar ik wil toch even gecheckt hebben. Ja, oké, okay, maar... Ja. Zo, heb je er een beetje zin in? Ja. Dit is Celine en zij is ook echt make-up artist. Vandaag ga je Jade een beetje make-up geven. Ja. De... Jij moet een beetje haar op een gemak stellen. Jij moet haar een beetje vertellen wat de situatie is. Namelijk, regisseur Sander, hij heeft niet echt zijn dag vandaag. Jij staat een beetje aan haar kant. En dat doe je tijdens een visagie-sessie. Hier. Jij zit rechts? Ik zit hier. Okay. Ja, tenzij jij heel graag... Nee, ik vind het alleen maar fijn. Tenzij jij een neuroot bent. Nee, heel ik graag wil juist links. Links rechts gaan zitten. Ja, dat wel, ja. Moet ik nog iets op mijn hart zetten of ben ik zo'n natural beauty? Ja, dacht. Ja, daar was het, hè? Jade. Maar Jade met een E. Jade, ja, dan noem ik je liever Jade. Oké, okay, ja, nee, prima. Jade. Kelvin. Ja. Wij hebben al doorgenomen wat we moeten doen. Ja, ik ben wel weer een beetje vergeten. Ik heb echt geen idee wat we gaan doen. Oké. Nou, we gaan iets filmen voor YouTube. We hebben hier een plank met allemaal leuke onderdelen. Spelletjes, dingetjes. En aan jou zo meteen de taak om op een leuke manier de kaarten te pakken. Vind je het spannend of niet? Nee? Nee, oké. Toch? Nee, weet ik niet. Ik ben heel geconcentreerd. Het gaat bij mij altijd namelijk echt zo langs. Maar ik denk, ik luister gewoon. Ben je eraan schaar, het liefst? Sorry. Ja. Geluid loopt? Ja, ik loop. Dit is Dune. Lune. Zo goed kennen we elkaar dus. Wij werken al jaren samen. Want jij bent... Opnameleidster. Lune, de opnameleidster. Jij bent al een beetje streng. Ik ben al een beetje streng. Dus ja. Ik ben al een beetje on edge waarschijnlijk. Ja, exact. Dus dat gaat helemaal goed komen. Camera loopt. En 3, 2, 1. Hallo allemaal. Ik ben Calvijn, maar dat wist je al. Maar wat je misschien niet wist, is dat ik hier ben met Jade. Is het Jade of Jade? Jade. Hoe vaak zeggen mensen Jade? Ja, echt heel vaak. Ik ga er bijna zelf in geloven dat ik Jade heet. Hoe heeft die poten? Oh ja. De belangrijkste personage van deze prank is Sander. Sander is acteur, alleen hij doet vandaag even alsof hij de regisseur is. Kijk, de bedoeling van deze prank is dat Jade denkt dat alles een soort van is vooropgezet. Dat er niks meer spontaans is aan mijn video's. En jij bent een belangrijke schakel daarin. En jij zegt de hele tijd wat we moeten doen. Ik maak het mezelf niet graag moeilijk. Dus ik heb Foute Vrijdag bedacht. Foute Vrijdag is de dag dat we het gewoon zo easy mogelijk gaan houden. Wel fijn dat ik daarvoor word uitgenodigd, want ik hou niet van moeilijke dingen. Nee, daarom. Dus ik dacht, hè, daarom ben ik jou. Dus ik heb hier een prachtig bord. Dit is het Foute Vrijdag bord. Hier is heel veel tijd, moeite, geld ingestoken, zoals je ziet. Ja, en het is nog steeds niet af. Jawel. Oh, de Try Not To Laugh Challenge. Oh, die heb je vast nog nooit gedaan. Oprecht niet. Nee? Nee. Ik heb dit wel echt al 1000 keer gedaan. Ik vind het niet vaak grappig. Nee, dat heb ik ook. Nee, ik stop. Sorry jongens, we hebben een beetje problemen met het geluid. Dit is Gavin. Gavin, je bent geluidsman. Ja, vandaag wel. Wat doe je normaal? Ik acteer, modellenwerk en ik maak YouTube-video's. En vandaag is hij gewoon even... Geluidsman. Geluidsman. Gaan we dit überhaupt gebruiken? Nee, we gaan het überhaupt niet gebruiken. Je moet hem wel goed vasthouden. Oké. Okay. Top. Wat hoor je? Geluid kraakt. Ja. Check even. Moet je het even aangeven ook, hè? Zij heeft hem ook... Jij heeft hem op de grond gelegd. Is het mijne? Nee, jou. Moeten we het nu opnieuw doen of kunnen we gewoon oppakken? Nou, vanaf het begin aan... Kraak is een stukje beter dan een. Moet zij een ander kaartje pakken of moet ze weer dezelfde pakken? Wat nee, dan dezelfde. Wacht even, je zegt Jade. Ja? Ook eventjes in je gezicht, in je lichaamstaal. We beginnen weer opnieuw. Ja. Dus niet van we pakken hem op, maar... Nee, prima. Ja. Oké, let's go, papies. En 3, 2, 1. Ik ben hier vandaag met Jade, bekend van... Is dit TikTok? Zeg je nou dat ik bekend ben van TikTok? Ja, je hebt mooie nagels. Ja? De. Groen. Want ik haat groen. Try Not To Laugh Challenge. Oh, begint het nu? Nu al. Oké, we zijn even gestopt. Het is wel de bedoeling dat je het bordje leest en dat je dan pas zegt wat erop staat. Nu is het van omdat je het al weet. Zeg je het? Oh, ja, ik zag... Oké, ja, prima. Had ik niet eens door. Pak hem even op, jongens. Pak een papiertje. Oh, dit heb ik nog nooit gedaan. Try Not To Laugh Challenge. Dit heb ik al veel te vaak gedaan. De bedoeling is, we gaan iets bekijken. Dan mogen we niet lachen. Als je wel lacht, dan gebeurt er alsnog niks. De laptop.
Is er een soort linkje of zo? Of een presentatie? Als het goed is gestuurd. Nee, ik heb niks. Oh, oké. Okay. Ja. Dan moet ik hem zoeken. Momentje. Ja, rustig zo. Ik weet niet hoe lang jij aan heeft, maar goed. Ik heb de tijd. Doe je het nog even, want dan ga ik het zoeken. Nee, ik heb hem nog even. Oké. Jullie bekijken het filmpje en we moeten proberen om niet te lachen. Dat is eigenlijk heel simpel. Niet lachen. Ligt eraan, als het heel grappig is, is het moeilijk. Ja, maar het is bedoeling om je lach in te houden. Extremely difficult try not to laugh clean part 7. Oké. Ik verwacht dat het mega moeilijk wordt. Oh, ik weet niet of ik nu in een stemming ben om te lachen, zeg maar. Soms heb ik echt zo'n periode dat ik heel snel moet lachen. Ja, lachen. Ik moet nu al lachen en ik heb nog niet eens filmpje gekeken. Oké. Laten we start het filmpje maar. Mag ik wat vragen? Kan je ook even lachen, want ik zit er nu echt... Oké. Ken jij dit scherm nog? Inderdaad, er zit geen in. Oké, we lachen wel, een beetje af en toe een geintje onderling, maar het is niet... Ja, weet je, het is macaroni zonder saus. Maar wat moeten we doen dan? Wat wil je dan? We hadden dit al een beetje bedacht van tevoren. We hebben een tijdschema gemaakt al van tevoren. Jullie moeten lachen, wanneer jullie niet moeten lachen. Om dit schema natuurlijk bij jullie te houden, dat is natuurlijk niet leuk. We hebben borden gemaakt. We gaan een try not to laugh challenge doen. Normaal gesproken is dat heel spontaan. Maar jij hebt iets bedacht om het beter te maken. En dat is dit. We hebben een bord, grappig. En dan moet er dus gelachen worden. Niet grappig. Dan mag er niet gelachen worden. Dat gaat natuurlijk helemaal verkeerd. Dan hebben we ook nog dit. Kelvin, grappig. Jaren, niet grappig. Het is jouw video. Dus ik ga verder me er ook niet mee bemoeien. Ik heb geen idee. Maar het wordt wel een nare plek dit, denk ik. Oh. Mag ik even alle borden zien, zodat ik weet wat er op elk staat? Grappig. Nou ja, dat heb ik. Kelvin het grappig vindt en jij het niet grappig vindt. Ja. En dan hebben we nog gewoon niet grappig. Dus die grote zijn voor jullie allebei. En deze is dan zeg maar jij het niet grappig vindt. Oké, maar wat als ik het wel grappig vind en Kelvin niet? Dat bestaat niet. Dat bord hadden we wel. Die hadden we wel, ja. Ik denk dat die in de douche komt. Ja, nee, maar dat doen we gewoon met deze, Sander. Want deze hebben we. Beginnen we weer opnieuw of wat? Vanaf die intro. Okay. Ik vind dit wel heel grappig. Het is gewoon mega droog. Jij bent heel goed in een pokerface houden. Ja, maar ik vind het sowieso niet grappig. Ik moet wel snel lachen om dieren, maar ik kan dieren ook snel zielig vinden. Misschien dat ik daarom niet lach, omdat ik het zielig vind klinken. Maar er gebeurt er niks met. Zullen we anders die borden wel gewoon weglaten? Nee, die borden is echt zo'n hulpmiddel voor jullie. Die borden doen we gewoon weg. Ja, dat hebben we geprobeerd. Ja, maar we waren 1,5 minuut bezig. Dat klopt, en het ging leuk. Ja, en het kon gewoon leuker worden. Ja, sorry. Oké, gaan we nog even één keer. Gaan we nog even. Chill, echt. Ja, chill. Nee, serieus, chill gewoon even. Jongens, we hebben het wel gezellig hadden vandaag. We gaan nog even 1 minuutje doen. Ja. Maar kunnen wij niet gewoon meer lachen en dat we dan. Of dat we iets enthousiaster of zo doen? Ja. Probeer iets subtieler met die borden om te gaan. Je kan ze ook misschien gewoon zo optillen. Voor mij kan ik het ook lezen. Ja. In plaats van helemaal te draaien, want zo kan ik het ook zien. Goed idee. Nou, dan heb ik hier wat zeg dat jij tegen zit. Oh nee, ik probeer alleen maar te helpen. Normaal. Zo komt het wel. Sorry. Ik ga gewoon de pest in. Ja, we hebben hier week lang. Hebben we alles doorgenomen. Nee, maak je niet zo druk. Echt? Die borden doen we gewoon weg. Gewoon weg? Ja. Robie is hier de regisseur. Ja, nee. Kijk, de borden doen we gewoon weg. Ja. Misschien kan ik even met Sander gaan. Ja, kom, we gaan even op ons af. Check even dat. Oh, zo. We moeten wel even doorpakken nu, want anders dan halen we het niet. Jij moet ook gewoon die tijd nemen. Als jij denkt, ik wil gewoon even chillen. Ja, nee, anders dan... Moet je het gewoon aangeven. Nee, we gaan het gewoon even nog... Ja, dan kom nog even 1 keer. Gaan we het gewoon even proberen. Klaar? Yo, test. Papa. Waar gaan we hem oppakken? Gewoon hier toch, halverwege waar we waren. Let's go. Ja, maar dit was voor veel, dat weet ik toevallig. Oh. Sorry, dat was... Nee, maar moeten we dan nu... Jongen, ga kijken hoe laat het is. Nee, dat was mijn manager die belde. Ja, mijn manager die belde. Hé, Sander, moet sowieso niet... Kijk, wij kijken, wij gaan sowieso niet lachen. Die borden doen we sowieso weg. En jij moet sowieso even dimmen. Wat zeg je? En je moet ook niet haar afvallen. Zij komt natuurlijk gewoon voor de vrije tijd. Ja, zij maakt deel uit van het... Ja. Dat is ziek. Doe je van mij af. Ja, maar jij krijgt betaald, hè? Ik kan wel uitnemen als ik dingen niet...
Sander, joh, wat zit hier in de hand? Je vergeet je nog bril. Sorry, maar dan ga ik echt. Dat vind ik heel eng. Kan je ook die achteruit? Ik wil echt weg. Kom maar hier zitten. Nee, ik wil echt weg. Ja! Jongens, ik ben echt zo bang. Jongens, ik kan echt wel janken, hè? Oeh, wat een schatje. Echt heftig, Sander. Tering, man. Wow, yo. Oh. Ik sta helemaal te trillen, hè? Ik doe nooit meer mee met jouw opname. Ik vind het niet meer leuk. Nee, ik snap het. Maar over een uurtje misschien wel. Jeetje.